Mijn naam is Herman Winkels, ik ben werkzaam bij Rijkswaterstaat en daar ben ik programmamanager BIM van het Bouwwerk Informatiemanagement. En ik trek dat programma nu 5 jaar. Ja, wij zijn Rijkswater en Wegbeheer en wij houden ons dus met heel veel informatie bezig van het water. Ja, ik heb daar verteld hoe mijn programma eruit ziet en dat we informatie delen in de grootste aanlegprojecten van Rijkswaterstaat. Waaronder dus het sluizenprogramma, waarin we data delen met de aannemer. En dat doen we via open BIM standaarden. Okay. En ik probeerde hier de waterschapsmedewerkers ook zover te krijgen dat ze op vergelijkbare wijze deze methodiek gaan toepassen in hun organisaties. En is dat gelukt, denk ik? Nou, ik had in ieder geval een aantal mensen wel enthousiast. Dus ja? ik hoop dat het gelukt is. Ik ga natuurlijk, zij moeten dat intern verdedigen en, ja, en toelichten. En, maar ik denk dat ik goede voorbeelden had waar ze enthousiast van werden. Wat wij ontwikkeld hebben is een bibliotheek. Ja? Een bibliotheek met objecten die voorkomen in de waterwegen, zeg maar. Ja? Onderdelen, zeg een sluis. Ja? En onderdelen van die sluis. En daar hangen wij de informatie ruimtelijk aan. Dus de data, de documenten, de tekeningen van die sluis. En dat betekent dus dat je dat voor de toekomst kan bewaren. Ja. Want het wordt maar 1 keer aangelegd en dan ontstaat die informatie. Maar vervolgens moet je 50 tot 100 jaar die sluis beheren en heb je die informatie weer nodig. En als je het op die manier ruimtelijk aan zo'n ding hangt, dan hoef je het niet meer te zoeken. Want we zijn nu vaak kwijt, die informatie. Ja, ik vond het erg leuk om te doen en de discussies waren leuk. En ik heb weer wat nieuwe mensen leren kennen. Dus ja, erg leuke ochtend. Ja, ik vind de presentatie hier van de verschillende informatiebedrijven, zeg maar, en vind ik ook erg illustratief. En je ziet dat daar, want ik ben al een keer eerder geweest, dat daar ook een leuke ontwikkeling in zit. Dat het dat digitale informatie zich verder ontwikkelt en dat die zeker de toekomst van ons werk gaat bepalen. Oké, dank u wel. Graag gedaan.